18. Ik heb hier zo'n klein naaldje met zo'n klein oosje in. Ik heb daar gevlochten draad door gestoken. En dan heb ik zo'n... hoe dik is die gevlochten draad? Het is... Dat is belangrijk. 10 mil. 10 onders. 7 ondersen. Oh. Het is over. 7 ondersen. Wel, 7 ondersen en ik kan dat met niet kapot trekken. Dan heb ik zo'n een square mee gepakt. En met dat naaldje ben ik nu bezig. In het midden van die square mee. Die square mee daarop aan schuiven. Zo tot op een afstand. Zo. Ja, ongeveer die square mee ziet. Tot op een afstand dat je zo nog dat over hebt. En dan prikt je naald in de zijkant, dat hij eruit komt. Dan duw je dat allemaal naar beneden. En dan schuif je dat van je naak. Van uw naald. Van uw naald, sorry. Dat schuif je dan een beetje verder op je draad. Dat je wat afstand hebt van je naald. En dan ga je zien, als ik dat nu ver uit mijn kin uiteentrek, ga je zien, als ik dat loslaat, dat zo in een, in hoekjes en in een draaiing zit. Dus je moet eigenlijk een strek houden en zo wat naar elkaar duwen. Wanneer dat je het loslaat, dat je één vorm hebt. Dus je ziet hier, een beetje van elkaar. Eigenlijk, veel verschil is er niet. Beetje wachten op de rest. Dat is het meeste. Er zijn er al duizend planters in gezien. Het zal allemaal op een oude keer op komen. Dat is goed. Kijk, er zal zo'n moeten laten nutsen en die kan niet uitkrijgen. Het is wel een kleur te werk. Het is kleur te werk, ja. Zullen ze 20 moeten melden? Wat ik dat dan doe, is pak nu een square mee. Kijk, je zet erop. Pak nu een tweede square mee. Hup. Zet er 10 op een draad. En je kunt 10 vliegen maken en dan weer. Maar wat je wel hebt, als dat hier nu zit, en schuif je dan naar hier, die een draad snijdt wel. Dus welke gebeurt dat die in elkaar komt en dat die er snede maakt, dat die eigenlijk aan het afdraagt. Dus het is eigenlijk best dat je gewoon zo'n stukje doet, maar dat dan hier afknippen en dat je dan gewoon die draad weer opnieuw aan die naald zet. Kijk, dat is zo moet je eindigen. Een beetje weg van je naald, dat je zo dat over hebt. Daarom dan nog kunnen vastbinden en dan nog een keer dubbel doen. Voilà, dat is het. Ik ga wachten dat iedereen geen zin heeft. Nee, nu nog niet. Dan nog niet. Veel kikjes te vangen. Teder? Ja. Probeer het ook. Ja? Voilà, je zwaar daar komt. Maar je ziet er nog niet uit. Hè. Dus, je kijkt dan eigenlijk. Hier heb je een draad die eruit komt. Je legt dat zo op je naak. Dat is zo net waar die naald eruit gekomen is, dat zo net in het begin van dat doosje zit. Dan ben je dat een keer vast. Kijk, tot hier zijn we op. Kijk, hier. Dat is gewoon een lange piste. Het begin van het hoogste, van de laagbocht. Ja, kijk, zo. Dus wat moet je doen? Waar dat die squirmie is uitgekomen, die naald is uitgekomen in die squirmie, leg je vast net waar dat je hoogste is. Ah ja. Dus dat je eigenlijk die squirmie... Met de langste kant naar voren. Ja, met de langste kant naar voren. Dan leg je eerst in een draad vast waar dat die naald aan hangt. Dat is wat prutswerk omdat dat zo'n beetje in de weg zit. Dus je staat hier vast. Ja. Ik ben wel hoor, maar ik kwam. Snap je niet? Kijk waar dat vast zit. Je ziet waar dat hieruit gekomen is. He. Waar dat al uitkomt? Ja, kijk. Daar, waar dat traatje, kijk, leg het zo vast. Waar dat uitgekomen is. Net achter je naakhoog.
Wie de langste kant naar achter? Nee, naar voren. Nou, dus dat, het, dat toetje die dan naar achter hangt, zit daar geen draad door. Nog maar een keer schieten aan de deuren. Weer slecht, kijk. Daar moet blijven kijken. Het is wel ambetant voor vaste te leggen. Dat is allemaal goed. Dat komt wel in orde. Dat is de bankvijs. Maar die ogen erop lachen. En dan als die vast ligt, waar dat die een draad nog aan dat naaldje ligt, buik ik dat nog een keer naar van voor, zodat je niet recht op recht zit. Als iedere keer aan trekt, dat je soms niet te hard gewikkeld hebt, dat hij hem eruit trekt, dat je hem nog een keer in een booske teruglegt. Nog een keer vastleggen. En dan mag je dat klein los stukje afknippen waar dat die naald aan hangt. Leg die naald aan de kant, dat je nog weet waar dat die ligt. Je kunt aflakken, maar dan moet je wel lang wachten totdat die echt droog is, want vanaf dat dat in contact komt met die squirmie, mag je het vergeten. Voilà. Dus ik ga dat vandaag niet doen. Die naald mag afknippen? Ja. Dan ga je naar je bindraad, naar van achter tot zo in een bocht. Dan pak je dat kleinste stukje. Dat kleinste stukje. Trek je naar van achter. Yes. Dan ga je met je bindraad dat voorzichtig gaan vastleggen. Was ook van achter. Ja. Hier bleef ik. Hè. Dat we zien dat een beetje laag springt van hier en daar. Ja, maar je al op de planning van vastlaren. Ja, twee losse eentjes. Ja, twee op elkaar. Ja. Beetje aantrekken dat het gespannen is. Wat hij dan gaat doen, is met een bindraad. Dan ga je met je bindraad naar van voor in ruime wikkeling over die squirmie. Dat die eigenlijk in hoofdjes komt. Dat je zien, die squirmie springt van de ene kant naar de andere kant. Maar dat komt wel goed. Dus dat moet je eigenlijk zo uitkomen. Met drie bubbeltjes erop. Zie je mee? Ja. Even wat op de rest. Twee. Zijn er drie bubbels op, rechts en links. Ja, voor je hebt hem. Niet voor mij. Het is nu schoon. En een draad door een knip misschien. Nee, dat is niet een draad. Lopen is jouw tuurtje. Ja, het is de zaalste draad. We gaan allemaal om de zaalste draad gaan. Een ding gaat doorzien. Ja, dat is duur. Kan nog niet. Maar rood is best op de bank. Hier is een draad. Ja, dat is duur. Niet in de spiegel. Ja, iedereen mee? Yes.
Tom ook. Ja, hier, ik kan hier. Voordat ik me uitkom, zie je dat? Ik kan hier al een zo drie dubbeltjes. Ik zeg dat je niet blijft liggen. Een slakje. Je moet een paar keer square missen bon en dan krijg je een beetje die handeling. En bij hen springt dat van iedereen weg. Ja, Tom? Yes. Probeer ook. Dan pak je een lang ding, dan trek je het naar van achter. Dan ga je gewoon achter je haakoog een paar wikkelingen doen en afbinden. Knip af. In een bindraad. Die bent wordt af? Ja. Dan pak je een andere naak. Weer een Hayabusa 387-10. In principe maakt het niet veel uit, want je moet hem toch afknippen. Als je slechte haken hebt thuis, kan je dat met die haken doen. Zeg je slechte ogen, maar niet slechte vissers. Dat mag je wel, pas op. En die moet ik afnemen. Dat je het dan. Zet je een tweede naak op. Bent er aan erop. Ik vind het graag om mee te discussiëren. Wat dan nog aan maken? Goeie naak, Anton. Ja. Moet maar zeggen, nee, moet zeggen, nee. Ja. En de luisteren zat er niet meer. Ben je het erop, zei ik, hè? Robby en de naak. Ja. Alsjeblieft. Wacht, Robby. Mag ik geen schaam zijn? Ja, dat is het. Is ook in een video? Ja, dat is het. Dat is het. Alsjeblieft. Dat is het. En nu? Gewoon die naak opzetten, bindraad erop. Tot het einde van het bindraad? Nee, niet tot het einde, want die naak gaan we in een bocht afknippen. Zo. Ja. Begin van uw haakpunt. Punt van uw haak. Ja. Tot daar. Tot door, ja. Easy. Ja. Voilà. En now my love. Dan pakt u de draad erin binnen. Een stukje. En gaat eerst een draad. Een gevlochten draad vastzetten. Dat is wat anders. Oh, dat was perfect. Van met wie en doe ik wat mijn vrouw die ook laten doen, dus hij trekt dat plan mee op. Help me ook niet bij streken. Komt uit het water. En ook weer, als je helemaal van voor bent, die een draad nog een keer terugplooien. Die niet meer los kan komen. Goed vast te zetten, want die zeker niet kan loskomen. Ja, dat is een stuk. Dan een lang stukje. Knip. Als het vast lijkt, dan mag je het afknippen. Ja. Vervaren. Poink, poink. De draad is ook door. Nee, maar je stopt hem dan. Die is niet af. De groot is niet in. Maar dan moesten ze veel niet opgestoken hebben. Pas op, misschien, wie weet. Als het nog beter is. Ah. En dan, waar dat in de square mee dus komt. Ja, hij zit nu een beetje ver, maar dat maakt niet. Ga je zo een millimeter of 5 zo aan die squirmie, dan gaan vastzetten. Die squirmie een beetje vastzetten.
En anders als je hem niet vastzet, als je lang gevist hebt, schuift hij naar van achter. En dan hangt hij van achter. Dus je moet hem maar een beetje vastzetten. Dat rooit rond hier ook wel plezier is. En dan een mol. Dat is goed, je moet niet te hard trekken, maar je moet kapot trekken. Ja, dat trekt ook niks. Nou, dan rooit hij ook af. Universiteitsniveau vanavond. En dan eigenlijk waar je hem er vast gezet hebt, ervoor pak ik meestal een beetje dubbing van hetzelfde kleur. Mag je dat ook veranderen als je zegt van wil ik een rode square met een groen kopje of een groen square met een rood kopje. Je pakt een stukje. En heb bedekt in een bentrad met dubbing. Dan is dat ik gewoon nog afbinden. En zit erin. En dan, hup, afbinden. En dat zit. Knip. Knip. Dan pak je een tankje en een voorsnaak. Knip. Nog eens knip. En je is af. Inderdaad. Kijk erom. Voilà, that's it. That's it. Die is niet aan het doen, hoor. Die is nog een straal af van mij. Oei, oei, oei. Doe, 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 doe. Eerst afbinden en dan moet je hem afknippen. Zoals in Lady en de Vrouwen. Ja, dat wordt een andere taal. Dat kan de slang, hè. Dat wordt door het water. Knip. Meisje. Of je kunt hem nog.